Hij vaart al sinds zijn kindertijd en dus lag het voor de hand dat restauranteigenaar Marinus Bothoff besloot om vervoer over water te regelen. Toen bleek dat het merendeel van zijn klanten uit Krimpen aan de IJssel deze week zouden wegblijven. Meer dan 20% van onze gasten komen van de Krimpense kant en de Krimpener Waard. Want dat impliceert 20, 30 kilometer omrijden. Kijk gewoon naar je reservering, kijk naar de omstandigheden. En op een gegeven moment denk je van ja, luister eens, daar moeten we op anticiperen. Plus gewoon loyaal en waarderen dat altijd eigenlijk je gasten de moeite nemen om te komen naar de andere kant van de IJssel. En dit keer komen wij naar hun toe. Vanaf de steiger naast het restaurant in Capelle aan de IJssel vertrekt de sloep richting de dichtstbijzijnde jachthaven aan de overkant van de rivier de IJssel. Peggy Kraan, hallo. Oh, Peggy, je kan hem hier vasthouden, kan je instappen. We hebben al wat gezelligheid aan boord. Ik had een verjaardag te vieren, toevallig de mijne vandaag. En toen dacht Gefeliciteerd. Ik, dankjewel. En toen dacht ik, nou, vind ik dat nou zo'n leuke combi. Deze sloepen zijn ook gebruikt voor het vervoer in Londen tijdens de Spelen. Wat leuk. Ja, ik heb zelf ook jaren een sloep gehad, dus ik ben wel een beetje een sloepenfanaat. Maar dat vind ik wel heel erg leuk, dat maakt het wel extra. Dus dit heeft op de Theems gevaren, op de River Thames. Ondertussen wordt er op de Algera-brug hard gewerkt. Het wegdek is nu bijna helemaal verwijderd en de schade aan het beton is al voor een deel gerepareerd. Die schade die blijkt mee te vallen. Het was het risico naast het weer dat er misschien heel veel aan deze beton zou mankeren. De schades die er waren, die bevinden zich aan de zijkanten, aan de schampranden. En voor een klein deel in het wegdek. Die reparaties zijn de afgelopen dagen voor het grootste deel uitgevoerd. En we gaan nu eigenlijk het opbouwende werk doen. Dus we beginnen met het inpakken van de beton in bitumen. Zodat dat goed beschermd is tegen dooizout in de toekomst.